Dit is mijn kever, dames en heren. En u begrijpt, nou dat ik televisiepresentator ben geworden, ik natuurlijk niet langer in deze wagen kan blijven rijden. Zeker niet in dit kostuum. Deze superdeluxe Italiaanse Borsellino snit vereist een heel ander soort wagen. Een snelle open sportwagen of zo. Of nog liever, als het even kan, een oldtimer. Waarmee ik dan lekker over de weg kan scheuren, zodat ik niet zo snel in de grauwe massa onderga. Maar ja, één keertje televisie is natuurlijk lang niet genoeg om zo'n open sportwagen aan te schaffen. Dus ik zag mijn dromen in rook opgaan. Edoch, show en commercie schoten mij te hulp en wel uit Amerika. Daar waaide naar hierover de Rapley Car. En ik kocht een bouwpakket. En op het onderstel van mijn kever gaat nu gebouwd worden een gloednieuw bovenstel van een oldtimer. 100 werkuren zijn reeds vooraf gegaan aan dit moment, maar nog 3 luttele minuten en deze snelle jongen die rijdt rond in een superdeluxe polyester gazelle oldtimer. Ik zou zeggen, heren, aan de slag! Als u iets vindt op straat of in de tram of in de bus, dan brengt u dat natuurlijk direct naar de politie, hè? Jawel, ik weet wel dat er zelden of nooit iets wordt afgehaald, want de verzekering betaalt het toch wel. Maar kijk, als u het nou niet aangeeft, dan brengt u daarmee wel de gevonden voorwerpenshow in groot gevaar. Bent u wel eens naar zo'n gevonden voorwerpenshow geweest? Nou, wij wel. In het veilinggebouw van de familie Masterbroek in Amsterdam stalt de politie van tijd tot tijd gevonden voorwerpen uit die nooit zijn afgehaald. Wat kan een mens zoal verliezen? Zijn dit ook allemaal gevonden voorwerpen? Ja, meneer, dat zijn allemaal gevonden voorwerpen. Camera, hier een Minolta, die hoort in deze tas. 1, 2, 3 lenzen. Huh? Een Pentax, alle merk, u ziet het wel. Wat wil u zien, meneer? Een Pentax wil ik even. Goed. Zeg, dames. Past u even op de scherven. Wat is er, meneer? Het is dan niet te geloven, hè, dat blijft liggen. Nou, meneer, het is wel te geloven. U ziet het hier met uw eigen ogen. Hè? 428. Dus mensen komen dat gewoon niet afhalen bij de politie? Ze komen dat niet afhalen. Dat blijft liggen. Die waardeartikelen langer. Ongeveer een 3-4 jaar. De andere artikelen die komen 3 keer per jaar. Dan wordt het hier geveild. Filmcamera. Kunnen we misschien wel ruilen? En al die toiletartikelen daar, is dat ook gevonden? Dat zijn gevonden voorwerpen. Die komen dus uit damestassen. Dat wordt door de politie bij elkaar gedaan. En dat wordt door ons dus weer verdeeld en verkocht. Zou dat zo op straat gelegen hebben? Nou, nee, moet u laten. Dat is iemand die gaat naar het badhuis en die denkt, ik ga lekker in het bad. En dan laat hij zijn tas in de tram staan en dan komt het hier. Zo gaat dat. Dit is nog nieuw. Ziet u? Heel haarstijl set. Want je hebt mensen die kopen dat en die gaan ermee naar huis en dan verliezen ze het weer en dan komt het weer hier. Heeft u dat wel eens gemerkt? Dat hebben wij wel eens gemerkt. Ja? Het is namelijk zo, als we fietsen veilen,
Dan krijgen we wel eens fietsen die dus waar het kaartje nog aan zit, die komen weer hier in veiling. Kijk, een ouderwetse citybag. Je hebt een dokter verloren. De bloeddrukmeters die liggen daar. Kijk. Ziet u? Kunt u me gelijk. En dat is verloren. En dat is verloren. En dan komen ze gewoon niet op. En dan komen ze niet op terug. Dat moet heel duur zijn. Ik wat zelf weet. Denkt u? Nou, wat ik hier heb, een 70, 80 gulden ongeveer. Met de stethoscoop. Dus dan kan je al heel goedkoop een praktijk beginnen. En voor het bloeddrukmetertje, afkomstig van de gevonden voorwerpen, dus weer 20 gulden geboden. Wie meer, wie wil zijn eigen bloeddruk niet opmeten? 30 gulden. Wie meer dan 30 gulden? 40 gulden. 50 gulden. Wie meer dan 50 gulden? U bent niet aan. Wie meer dan 60 heb ik hier nu. 60 gulden. Biedt u meneer? 70 gulden voor meneer Ebbing. Niemand meer dan 70 gulden. Ebbing. Ebbing. En wat is dit? Dat is een doos met scharen. Die wordt zo per hele doos verkocht. Zakmessen, dolkmessen, fototoestellen, verrekijkers, aanstekers. U ziet het wel. Is niet te geloven. Die viool, is die ook verloren? Die is ook verloren. Alleen de strijkstok, die had die meneer op een andere plaats zitten. Die is er dus niet bij. Er staat nog iets van Stradivarius in. Ja, er staat er inderdaad in. Kijk, hier ziet u het staan. Stradivarius 1719 staat erin. 300 gulden geboden, 350 gulden, 400 gulden, 450 gulden. Niemand meer. Gehoorapparaten. Nieuwe gehoorapparaten. Gevonden. Gevonden. Die zijn waarschijnlijk verloren door een vertegenwoordiger die zo'n hele koffer bij zich had. En dat wordt dus bij ons verkocht. Die gaan per twee stuks. Dames en heren, we gaan verder met nummer 706. Dat zijn twee van die gehoorapparaatjes. En ik begin maar met 100 gulden. Zegt u? Wat zegt u? Wie meer dan 100 gulden? Niemand? 50 dan? 50 gulden. 60 gulden. Wie meer dan 60 gulden? 70 gulden? 80 gulden? 90 gulden? Die meneer hebben 4 nodig. 100 gulden. Wie meer dan 110? 120 gulden. Wie meer dan 130 gulden? Niemand meer dan 130 gulden. Niemand? En dit is het beroemde kunstbeen. Ja, dat wordt altijd aan ons gevraagd. Hoe is dat nou? Hoe komt het nou dat de mensen dat achterlaten? Maar ja, daar heb ik een vrij logische verklaring voor. Hoor. Ja. Nou, ik dacht dus dat de mensen dat misschien, dat het van iemand is die overleden is. En dat ze dat misschien ergens neerzetten, dat ze ervan af willen. En dat een ander denkt, nou, dat moeten we vlug naar de politie toe brengen, want dat heeft die man waarschijnlijk achtergelaten. Ja, zo zal het wel wezen. 944, kunstbeen, krukken en een zwaar. Welke maat? Kom maar even passen. Het is wel een vrouwenbeen, meneer, lijkt wel. Ja, daar heb jij wel ondervinding van gehad. Ik zie tot mijn schrik dat er een zwaard bij is. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u uw andere been er ook mee afhakt. 944. Nou, ik hoor hier dat het in de eitunnel gevonden is. Nou, 3 gulden? Ja. Nou, 3 gulden is hier geboden. Voor het zwaard. 4 gulden voor deze meneer. Wie meer dan 4 gulden? 5 gulden. 6 gulden. 10 gulden achteraan. 12 gulden. 14 gulden is voor meneer Meijer. 20 gulden voor mevrouw. 20 gulden, 25 gulden voor meneer daar. Het lijkt wel een revolutie hier. Niemand meer dan 25 gulden. 50 gulden is al geboden voor die hond. Wie meer dan 50 gulden? 60 gulden voor die dame. Wie meer dan 60 gulden? 80 gulden. 70 gulden, 80 gulden. Wie meer dan 90 gulden? 100 gulden voor die meneer daar. 180 gulden. Wie meer dan 180 gulden? 200 gulden wordt geboden. Wie meer dan 200 gulden? En 20 biedt meneer nog. 240 voor rademakers. En 60. Niemand. En 80. Poef. Niemand meer. Dan 300 gulden is geboden. Niemand meer. Hoe is de naam, meneer? Van der Horst. Nico, ga jij eens even handgeld bij die meneer halen. Heeft u er wel eens bij stilgestaan welke ontberingen artiesten en televisiemakers moeten ondergaan voordat ze in de kranten worden afgekraakt? Heeft u bijvoorbeeld enig idee welke droeve ellende en doffe ontberingen er schuilgaan achter een serie als Hollands Glorie? U dacht toch niet dat die artiesten alleen maar misselijk waren van zeeziekte? Toen wij uit Hilversum vertrokken, met camera en met geluid, een jonge borrel in de midscheeps, de Afro-vlag in de kajuit. Toen voelden wij ons Hollands glorie,
haar Hollands glorie op de zee. De regisseur riep wel verdorie, die glorie moet op de tv. Elk zeemans leed stond ons te wachten, zo'n serie krijg je niet cadeau. Maar ach, je weet, de kijkers smachten naar een mooi stukje zeemansshow. Oh, yo. Je wordt geteisterd door de regen, aangevallen door een meeuw. Ai ai, de golven staan je tegen, je hebt te lijden van de sneeuw. Zo sleepten wij niet slechts de boten, maar ook de serie moeizaam voort. En diep in de machinekamer werd menig lelijke woord gehoord. Blikskaters! Hugo Metzers heeft zijn hiel gebroken in het golfslagbad van Boekelo. Toch bleef de kijker niet verstoken van zo'n stoere zeemansshow.